Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatieinstituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vanavond in Focus. Asfalteringswerkzaamheden Jenny Henaar verlopen vlot, drinkwaterbewoners Brokopondo niet vervuild, 70-jarig huwelijksjubileum Unicum binnen Surinaamse samenleving, binnenkort verbrandingsoven in het district Brokopondo en 114 beveiligingsambtenaren bevorderd en beëdigd. Onverlaten hebben het tot hun werk gemaakt om nepnieuws te fabriceren en te verspreiden. Onder andere heeft de Nationale Partij Suriname, de NPS, de gemeenschap valselijk geïnformeerd als zou de Surinaamse Waterleidingmaatschappij, SWM, vuil drinkwater distribueren naar de bewoners van het district Brokopondo. Onder directeur Roy Powell logenstraft deze bewering van de NPS. Dus de SWM is in Brokopondo bezig met de watervoorziening en vanuit de SWM kan ik garanderen dat we geen vuil of dewel vervuild water distribueren naar mensen in welk gebied dan ook. Voornamelijk ook niet dewel in dit geval Brokopondo. Het water dat we distribueren komen binnen een systeem, het wordt gezuiverd. Over het geval waarover u het heeft gaat het om Brunswick specifiek, waarbij gesteld is dat we besmet water aan mensen distribueren. Dat water komt uit de stuwmeer. Het gaat door die zuivering die we daar zo hebben gebouwd. Hij wordt gezuiverd en dan komt hij bij de verbruikers terecht. We doen ook regelmatig verschillende testen, bacteriologisch, chemisch, waarbij ook de chemische kwaliteit voldoet. Dus dat water dat de SWM produceert, waar dan ook, voldoet aan de eisen die de WHO ons stelt. Maar waarom denkt u dat de NPS met zo'n bewering gaat komen? Om eerlijk te zijn, ik heb er geen idee waarom de NPS dat doet. Ik zit aan de zwaar technische kant van de SWM. Ik ben namelijk technisch onderdirecteur, de onderdirecteur uitvoering. Waarbij wij daarvoor garant staan dat het product dat we leveren voldoet aan de eisen van WHO. Want daarom hebben we ons gecommitteerd. Waarom ze dat doen, zij zullen het beter weten als ik, maar wij van de SWM garanderen dat het water voldoet aan alle eisen. Maar met deze beweringen wordt het bedrijf niet geschaad? Het bedrijf kan wel geschaad worden, maar de feiten liggen daar. Dat water is er, de mensen zijn er. De SWM is vanaf 2016 echt zwaar in Brokopondo bezig en de verbeteringen liggen er. Voorheen hadden de mensen nauwelijks water en de SWM probeert zoveel mogelijk water te brengen waar het moet zijn. En het wordt aan de SWM gevraagd om daar te komen. Vanmorgen heeft iemand anders me gevraagd als ik heb gehoord wat de problemen zijn in Brokopondo. Ik heb gezegd, ik heb alleen gehoord dat mensen in Brokopondo blij zijn dat ze water krijgen vanuit de SWM. Maar een probleem moet worden gelegd op de tafel wat kan worden opgelost. De SWM heeft vanuit geen enkele hoek Een probleem gerapporteerd gekregen. Dat is iets met het water van Brokopondo. We testen dat water regelmatig op bacteriologie en de chemische kwaliteit. En hij voldoet. Hij voldoet aan de eisen. Zal de SWM maatregelen treffen tegen deze beweringen die zijn geuit? En namelijk de politieke partij NPS? Dus SWM maatregelen naar de NPS toe, dat zal op een ander niveau moeten worden besproken. Wat wij doen, en dat doen we ook, we zorgen dat we goed en betrouwbaar drinkwater leveren. Er is een statement gemaakt vanuit de NPS. Wij van de SWM weten dat ons water voldoet. En wat we zeggen dat we leveren, gaat het de SWM iets tegen de NPS doen? Dat zal op een ander niveau moeten worden bepaald. Maar hardcore, SWM, NPS, we zijn daar om water te leveren. En ook de NPS krijgt ons water. Gaan we iets tegen de NPS doen? We leveren goed en betrouwbaar drinkwater. Is er schade aangedaan aan de SWM? Heel veel mensen hebben het gehoord, ze hebben met de SWM gebeld en ze hebben zich ook afgevraagd van waar komen die aantijgingen en waarom. Ik kan niet aangeven waarom ze dat doen, maar wij van de SWM leveren goed en betrouwbaar drinkwater. De
De rehabilitatiewerkzaamheden van de wegstrekking Jenny Henaar zijn in volle gang. Het startsein is vorig jaar oktober gegeven en de opdrachtgever voor dit project is het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. En de aannemer is het aannemingsbedrijf Baitali NV. We hebben een gesprek gehad met de heer Deuwe van het ministerie en de heren Pasram en Neyman van de aannemingsmaatschappij. Met de werkzaamheden aan de wegstrekking Jenny Henaar zijn we, om exact te zijn, begonnen op 10 januari 2019. Want toen is de uitvoeringsperiode van de aannemer ingegaan. We zijn pakweg 2 maanden op dit moment bezig. En de werkzaamheden lopen vlot. De aannemer heeft een contract gesloten met het ministerie. En hij moet ervoor zorgen dat de materiaalhoeveelheden wel volledig beschikbaar zijn voor het project en dat er eigenlijk geen tekort zijn bij het project. Maar dus, net als wat ik u zei, we zijn begonnen eigenlijk 10 januari met het project, maar daarvoor had de aannemer een mobilisatieperiode van 3 kalendermaanden. En in die 3 kalendermaanden heeft hij eigenlijk genoeg sub-base materiaal, dat is dus in feite klinkzand en ook base materiaal, basecores. Voor een groot deel al ook aangevoerd bij het project op verschillende locaties. Het contract met de aannemer die is afgesloten heeft een contractduur van 24 kalendermaanden. Dus we zijn in feite nu bij 2/24ste deel, dus 1/12de deel van het project is nu in uitvoering. Maar elk project bij de opstartfase, kijk, asfalteren gaat heel makkelijk bij wijze van spreken. Maar je ondergrond, de werkzaamheden aan je ondergrond nemen wat meer tijd in beslag. Dus wat we nu zien is dat de aannemer reeds gestart is met de werkzaamheden aan sectie 5. En sectie 5 is dus vanaf de brug Wageningen, kilometer 188 tot kilometer 209 als ik het goed heb. Dat is dus 21 kilometer aan wegstrekking die hij gaat te werken. Dat is voor sectie 5. Sectie 2 is tussen Ingikondre en Burnside. En sectie 1C is kilometer 114 tot kilometer 115 van Koroni. De aannemer is nu bezig met op 2 werkfronten. Hij werkt aan de strekking van sectie 5. En hij is ook al begonnen met de werkzaamheden, opschoningswerkzaamheden, opzoeken van nutsvoorzieningen bij sectie 1C. Dus tot nog toe lopen de werkzaamheden vlot en we kunnen niet zeggen dat we op dit moment een achterstand hebben in het project. Nu bevinden wij ons op sectie 5 en op sectie 5 heb je niet zoveel aan bevolking aan beide kanten van de weg. Er is een community project en dat is dan Wageningen op zich. We zullen dan later een kijkje daarna nemen. Daar heb je dan wel mensen, de samenwerking met de bevolking daar is prima. Hier heb je wat reisboeren aan weerszijden van de weg, dat is de middenstandpolder en dan verder op wat grote landbouwbedrijven, maar we hebben dan geen problemen met zowel niemand. Als er wat is, verlenen mensen wel hun medewerking. Obstakels in die zin van glasvezelkabel lopen aan weerszijden van de weg en dan heb ik dat dan over Telesuur. Er is afspraken lopen met Telesuur omdat vanwege de verbreding van de weg moet de glasvezelkabel uiteindelijk verplaatst worden, want anders kan je de wegbreedte niet halen. Dat is een van de obstakels. Vandaar als je dan kijkt naar de totale strekking van sectie 5, die 11 kilometer, dan zie je wel dat er bepaalde plekken overgeslagen zijn momenteel. Maar dat hindert ons niet om ons werk te doen. Wij gaan dan door met deze fase en dat is dan de verbreding. En dan terwijl we dan de verbreding afmaken, hopen wij dan dat Telesuur klaar is met de verplaatsen van de glasvezelkabel. Dat is dan op sectie 5. Op sectie 2 zijn er andere uitdagingen.
Dat moet nog even uitgezocht worden, maar we zijn drukdoende bezig om dat te doen. Hetzelfde van glasvezelkabels, dus utilities zogenaamd. Op sectie 1B is ook een probleem en dat moet ook verplaatst worden. Op Wageningen hebben we dan toch wel andersoortige problemen gehad. En met name waterleiding. Niemand weet eigenlijk hoe, want omdat Wageningen aangelegd is door de blanke Nederlanders. En niemand weet eigenlijk hoe de leidingen allemaal daar onder de grond zitten. We hebben allemaal verrassingen gehad bij het opgraven en opsporen. Maar dat hebben wij toch in samenwerking met de nutsbedrijven heel netjes aangepakt en overgedragen dan aan SWM in deze. Want het grootste probleem was bij waterleiding. De Beveiligings- en Bijstanddienst Suriname, BBS, die onder het ministerie van Justitie en Politie resorteert, heeft 114 beveiligingsambtenaren tot in een naast hogere rang bevorderd en beëdigd. Uit een groep van 114 zijn 38 hoofdbeveiligingsambtenaren bevorderd tot beveiliginginspecteur tweede klasse, 11 manschappen waarvan 1 met een bijzondere bevordering tot in een naast hogere rang. 65 recruten zijn aangesteld tot beveiligingsambtenaren vierde klasse en tevens beëdigd tot buitengewone agent van politie. Wij nemen u terug naar dit heugelijk moment. Vandaag wordt er geschiedenis geschreven bij de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname. Er worden namelijk 38 hoofdbeveiligingsambtenaren bevorderd tot beveiligingsinspecteur tweede klasse. 1 beveiligingsambtenaar, een bijzondere bevordering, vanwege het behalen van zijn bachelor degree. Hij wordt namelijk bevorderd tot hoofdbeveiligingsambtenaar tweede klasse. 7 beveiligingsambtenaren vierde klasse die zullen bevorderd worden tot beveiligingsambtenaar derde klasse. 3 beveiligingsambtenaren tweede klasse tot beveiligingsambtenaar eerste klasse. 65 geslaagden van de basisopleiding 2018 tot beveiligingsambtenaar vierde klasse en die zullen tevens beëdigd worden tot buitengewoon agent van politie. Dus in totaal 114 beveiligingsambtenaren. Ik weet dat menigeen gaat struikelen over de algemene term beveiligingsambtenaar. Maar ik geef u mee dat u het staatsbesluit en het reglement van de BWS goed doorneemt om te weten wie onder beveiligingsambtenaar wordt verstaan. Zij die straks bevorderd zullen worden, zich dienen te realiseren dat zij grotere verantwoordelijkheden zullen gaan dragen en dat zij in staat en bereid zullen moeten zijn om offers te brengen ten behoeve van de dienst, om daar te zijn waar hun werkzaamheid dringend vereist is. Ik zeg dit niet zonder enige reden. In 2006 werd deze dienst, de BBS, getransformeerd van wat het toen was met weinig glans naar wat het vandaag is, belast met bewaking en beveiliging. Dat laatste heeft in de loop van de 10, 12 jaren veel meer inhoud gekregen. Ik kan niet zeggen dat het veel meer cachet heeft gekregen. De BBS bevindt zich thans in een reorganisatiefase, waarbij streven is gericht om te geraken tot een moderne en zelfstandige beveiligingsorganisatie voor de Surinaamse overheid. Gedurende deze fase wordt de nodige aandacht besteed aan de volgende zaken. Ten eerste, de aanpassing van relevante wet- en regelgevingen. Door de werkgroep aanpassing regelgeving is reeds een conceptwet instructie beveiligings- en bijstandsteam Suriname aangeboden aan de departementsleiding
en wordt met voortvarendheid gewerkt aan de wijziging van het reglement bijstands- en beveiligingsdienst Suriname. Ten tweede, het vaststellen van de organisatiestructuur van de BBS als mede een formatieplan. 3. De upgrading van verschillende afdelingen zoals opleidingen, object- en subjectbeveiliging. De afdeling waardetransport wordt na goedkeuring van de regelgeving gecommercialiseerd door middel van het aanbieden van diensten aan particulieren. Uiteraard tegen een bepaalde vergoeding. 4. Het opstarten van de bijstandsdienst. Beveiligingsambtenaren zullen worden ingezet voor de bijstandsverlening aan andere overheidsorganisaties en bij evenementen en openbare vermakelijkheden. Ten vijfde, het opstarten van de afdeling agenda, de salarisadministratie en de afdeling planning en advies. Dames en heren, de verdere reorganisatie van de dienst geniet prioriteit met de nodige aandacht van de voor de vaststelling van de rechtspositie en loopbaanontwikkeling, taken en rangen uitbreiding, effectueren van functies en het verzorgen van vervolgopleidingen. Het beleid zal mede gericht zijn op het kwalitatief upgraden van de opleidingen en de invoering van een officiersopleiding op HBO-niveau. Het curriculum van de opleidingen wordt geëvalueerd en indien noodzakelijk aangepast, zodat wordt voldaan aan de hedendaagse eisen en ontwikkelingen van de samenleving. Het traject van herstructurering en professionalisering van de dienst zal ertoe moeten leiden dat de BBS naast de traditionele taak van object- en subjectbeveiliging in staat zal zijn adequate ondersteuning te bieden aan andere justitiële eenheden. We kunnen zeggen een historisch moment vandaag in het district Sipaliwini, met name te Atjoni, waar er een bezoek is geweest van de minister van Volksgezondheid en hij twee belangrijke aspecten heeft aangehaald dat komt voor dit gebied. Hoe zal het zijn voor de mensen van dit gebied dat er een ziekenhuis zal komen, maar ook een verbrandingsoven? Het zal heel goed aankomen bij de mensen en het is inderdaad een heel historisch moment. Het is zo historisch dat wanneer ik zeg dat voor Suriname verbrandingsoven niet eigenlijk iets is waar we zelfs over spraken. En dat boven Suriname de eer te beurt valt om tweede of derde te krijgen. Het is heel historisch en voor de mensen zal het niets anders zijn dan blijdschap. Ze zullen er heel erg blij mee zijn. Een verbrandingsoven om dat vuil dat ons zoveel zorgen baart te verbranden. Ik denk dat niemand een andere keuze heeft dan om ingenomen te zijn en dit toe te juichen. We kennen Atjoni als een heel mooie plek, maar vuil geeft ons ontzettend veel kopzorg daar. En we ontkennen het niet, we doen er alles aan om het schoon te houden. Het is ons nog niet helemaal gelukt. We zijn blij met de gesten van de president om ons een verbrandingsoven te schenken, zodat we dat vuil, en het is niet ver van Atjoni, we kunnen hem dagelijks verbranden. Dus het zal niet aan de regering liggen, het zal niet aan de president liggen als boven Suriname nu, nadat dit instrument geïnstalleerd is, nog vuil is.
hebben inderdaad twee belangrijke projecten die we naar hier brengen. Het is een belofte van onze president geweest, want zoals u weet, onze president is geen president die alleen maar projecten in Paramaribo doet, maar over het heel binnenland. Een van de projecten is de verbrandingsoven om kleinhuisvuil op een heel verantwoorde manier te verbranden. Niet dat er kupse papieren overal in het dorp zijn, want rommel maakt ziekte. En twee, natuurlijk, de bevolking moet ook meewerken dat het goed onderhouden wordt en dat ze hun vuil verwerken in de verbrandingsoven of laten verwerken. Het gaat beheerd worden door het districtsbestuur hier. Andere belofte, ik heb begrepen, ik was niet zo lang minister en toen kwam ik hier en er was een verlangen om een ziekenhuis hier op te zetten. Wel nu, de bevolking geloofde het niet. Maar ik denk dat ze nu iets meer geloven. Maar wanneer het ziekenhuis er staat, gaan ze het zeker geloven. Wij gaan hier een heel mooi mini streekziekenhuisje opzetten. Dus de bevolking mag blij zijn. Er gaat ook werkgelegenheid zijn. Want de uitdrukkelijke opdracht is, ook aan de aannemers die hier gaan werken, als de techniek hier niet is, dan halen we dat elders van Suriname. Maar in eerste instantie is de werkgelegenheid voor de mensen van Pokigrong, met name Atjoni of de andere dorpen verder op de rivier. Hoe breed is hier zo'n tori? En als je kan zeggen dat we hier niet meer zijn, weet je. Dat deze naar de minister komt, naar de eurocommand, voor mij kwam begin. Na een belofte van president Bendou. Dat is breed gevaarlijk voor Shidati. We weten dat alles aan nou kon direct man lezen. If één nou kon, twee nou kon. En if één kon, dan we verwachten dat twee ook kon doen. Dus we breed naar een akon en we breed naar een avroko. We hopen dat hier, gado sagi anu. Tak auroko disi, auroko godoro, meki des masambe ababudeling, abudelingsding, sa go in vervulling. Zeventig jaar lief en leed met elkaar delen. Iets dat heel uniek is en niet vaak voorkomt in onze samenleving. Op zaterdag 2 maart is deze bijzondere gelegenheid gevierd bij de familie Hadwa Singh Jainanden Singh. Reden genoeg voor ons om u dit mooi moment te brengen. Ik feliciteer u namens de regering van Suriname. Ik feliciteer u namens de president en zijn echtgenoten. Ik breng de felicitaties over met de wens dat u nog heel lang in ons midden mag zijn. Maar vooral in goede gezondheid. En dat de harmonie onderling, in de familie, met kennissen, met de omgeving, altijd er één zal zijn waarbij wij tegen elkaar zeggen van het leven heeft waarde. Nogmaals, ik feliciteer u. Jaar getrouwd vandaag. Wat is het geheim dat u zo lang bij elkaar blijft? Om te plezieren, zo lieve te blijven.
Ja, lang. God laat ons samen blijven zo lang. Ja. Meneer Mahadeo, 70 jaar samen met uw vrouw. Hoe heeft u dat klaargespeeld? Goed hoor, goed hoor. Zo alle mensen zijn vrolijk en dingen. Komen ze met passeren. Ja, maar... Want ik leef hier met allemaal samen te werken, alles te doen. Geen bezwaarden, maar geen tegenstander. 70 jaar getrouwd, uw ouders, hoe heeft u ze ervaren? Zo echt, als ik over hun mag praten. Alles was prima, goed, tot nu gaat het goed. En ik ben echt blij, trots ook, omdat bij de instaande meestal gaat de jongste geniet. Want ik heb alles van hun gekregen, huis, perceel, alles. En verder moet ik gewoon werken, eten. Ik heb één zoon, een vrouw. Ik ben een ondernemer, toevallig ken ik zijn mannen heel goed. Dus alles is goed. Alles voor alles heb ik echt goed, samen met me echt goed verzorgd. En nu, omgekeerd, nu moet ik ze verzorgen. En ze krijgen alles van mij ook terug. Ja. Ze hebben 70 jaar die liefde met elkaar gedeeld. Hoe was de liefde naar die 10 kinderen? Zo eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel kunnen meemaken, maar wat ik heb meegemaakt, heb ik bijna geen woorden voor. Alles was zo prima. Tot nu toe gaat het zo. Maar lintje, mijn vader hoort niet een beetje weinig. Dus soms moeten ze een beetje schreeuwen onder elkaar. Maar ja, tot nu toe gaat alles goed. Wij zijn aan het eind gekomen van Focus. Graag tot morgen.